Deze week is het de week van de amateurkunst. En speciaal in het kader daarvan worden er ontzettend veel activiteiten georganiseerd. En zo is er hier vandaag, vanmiddag, in Pier K een workshop creatief schilderen en schrijven met Annemarie Koorman. Annemarie, welkom. Hallo. Wat kunnen de cursisten verwachten als ze hier vanmiddag binnenkomen? Ze kunnen verwachten dat we iets gaan vertellen over wat is nou eigenlijk amateurkunst. En het is nog even kijken wat er precies gaat komen. Gaan er kinderen komen? Gaan er volwassenen komen? Gaan er jongeren komen? In ieder geval, dus ik moet een beetje kijken met wat voor niveau ik spreek, zeg maar. Ja. Maar we, in principe verwachten we ook wel veel kinderen. En nou, dan gaan we eens aankaarten bijvoorbeeld, is dit nou professionele kunst? Mm-hmm. Of is dit nou amateurkunst? Wat is nou het verschil? En dat gaan we het over hebben. Eens kijken of wat er dan gaat komen. En dan is ze posters te gaan maken en gaan ze met woorden en zinnen en symbolen gaan ze een poster schilderen. Ja, en het workshop heet creatief schilderen en schrijven. Ja. Ik denk, ja, maar dan moet je toch sowieso creatief voor zijn? Of is dat niet altijd iedereen het geval? Iedereen is creatief. Ja. Ja. Er is niemand niet creatief. Dat zit allemaal hier. En waarom moeten amateurs eigenlijk meer in aanraking komen met schilderen en schrijven en hun creatief uiten? Nou, het moet niet, maar ik ben voor mijn gevoel ongeveer geboren om mensen hun eigen creativiteit te laten vormgeven. Om ze daar in bij te staan, om dat bij ze eruit te krijgen. Mm-hmm. En ja, dat is gewoon mijn weg. Kunnen mensen zich nog inschrijven of voor het komend seizoen? Of hoe werkt dat? Ja, het is wel leuk, want de hele WAK-week, de wakker voor amateurkunst wakker worden, hè, die week, die begon eigenlijk met een open dag in Nieuw-Vennep en die eindigt met een open dag hier in Hoofddorp. Mm-hmm. En dat is komende zaterdag. Ja. En tijdens die open dagen kun je je natuurlijk inschrijven. En ja, zeker, mensen kunnen zich nog heel lang inschrijven op allerlei cursussen. Ja. En ja, en als je snel bent, dan heb je een plek. Als je lekker wilt gaan schilderen of tekenen, dan kan dat ook in Pier K. En dat kan ook hier bij Annemarie. Dus schrijf je in bij Pier K op de website of kom langs aanstaande zaterdag bij de open dag.